Nou, we zijn live volgens mij. Ik zie de teller lopen, dus dat klopt dan volgens mij. goed jullie allemaal te zien. Welkom vanavond bij de tweede aflevering van Late Night Talks, hier op account van Citypoint Den Haag. Vorige week hadden we een eerste gesprek rondom het thema Black Lives Matter. En dat is heel goed bevallen in de zin van dat we mooie reacties kregen, mooie gesprekken hadden. En eigenlijk dachten we, ja, laten we dit gewoon voortzetten met misschien ook specifiek wat andere onderwerpen waar we over kunnen praten. En vanavond gaan we duiken in de geschiedenis, zoals je waarschijnlijk misschien al gezien had in de aankondiging. En vanavond zijn bij mij Michel en Gilberto. Welcome, guys. Gilberto is groot maatschappelijk betrokken bij allerlei organisaties en politiek, heel veel kennis. En Michel, docent geschiedenis, derdejaars. In wording, ja precies. Super tof. Gaaf dat jullie ook erbij willen zijn. We kijken ernaar uit jullie kennis over te dragen aan anderen. En wat even goed is om te zeggen, geschiedenis is heel groot. heel veel jaren geweest in het verleden. We kunnen lang niet alles noemen, ook niet rondom dit onderwerp, maar we hopen jullie in ieder geval te helpen om. Ja, gewoon een stukje op gang te helpen met de kennis en daag jullie ook vooral lekker uit om zelf aan de slag te gaan verder. En aan het eind zullen we ook nog wat tips delen over, nou, docu's en boeken. Volgens mij hebben de guys een aantal goede tips klaar liggen. Dus op die manier gaan we dat doen. En we nemen zo'n max 3 kwartier proberen we aan te houden. De tijd gaat snel. Maar deel vooral ook jullie vragen en opmerkingen in de chat. Die lees ik, dus die houden we bij. Dus, alright. Zit je er klaar voor? Nice. Oké, nou, we hadden het al eventjes over in het voorgesprek. Waar gaan we beginnen? we hebben natuurlijk de middeleeuwen gehad, maar die slaan we lekker over. Ook heel veel gebeurt daar. Maar op een gegeven moment waren we vrij van de Spanjaarden en kwam de volgende tijdsperiode, zeg maar, de Renaissance. Heb ik dat goed onderzocht, Mitchell, wat dat zo heet? Oh. Heel goed. Ja. Please start Oké, sorry voor deze interruptie. Maar het gaat helemaal goed komen, want we horen nu Gilberto en Mitchell weer. Dus kun je in de chat ook eventjes laten weten of dat ook echt zo is? Dan gaan we again. Ja, verder. veel mensen Oké, cool. zeggen dat altijd over zijn. Nice. Oké, nou, we waren bij de 16e eeuw. Aanbeland. Dus Mitchell, take it away, wat daar gebeurde. Ja, in de 16e eeuw, eind 16e eeuw, tot eigenlijk begin van de 17e eeuw, werd er dus oorlog gevoerd tegen Spanje. Nederland was onderdeel van het Spaanse Rijk. En Nederland vocht niet alleen in Nederland zelf, maar ook dus op een gegeven moment buiten Nederland, over de hele wereld eigenlijk met Spanje. Dus dat was eigenlijk het eerste doel, was het verzwakken van het Spaanse Rijk. Want Spanje had toen al kolonies in Zuid-Amerika, Peru en Bolivia, waar heel veel zilver en goud vandaan werd gehaald. En dat is eigenlijk waardoor Spanje al die oorlogen, niet alleen met Nederland, maar ook met Duitsland en Frankrijk, eigenlijk alle landen in Europa oorlog mee kon voeren, omdat ze gewoon schatrijk waren. En het idee van de Nederlanders was op zoek gaan naar die vloten van de Spanjaarden en ze vernietigen. Zodat zij zwakker worden en Nederland is automatisch ook sterker. Omdat zij miljoenen guldens aan zilver en goud kaapten van de Spanjaarden. Dus dat was eigenlijk het eerste doel. En wat de afspraak was eerst, Spanje en Portugal een afspraak gemaakt wie welk stuk van de wereld kregen. Dat werd gewoon letterlijk eigenlijk gewoon door de helft gekaapt. Van ja, Spanje krijgt dit stuk, Portugal krijgt dit stuk. En op een gegeven moment kwamen in plaats van Spanje en Portugal kwamen Engeland, Frankrijk en Nederland erbij kijken. En die begonnen zich dus ook in die strijd voor
koloniaal grondgebied en alle rijkdommen die erbij kwamen kijken, die kwamen daar eigenlijk bij in die strijd. Dus ja. Het was eigenlijk een soort oorlog overzees, een soort van Eerste Wereldoorlog kan je zeggen. Want de VOC en de WIC vooral, de WIC, de West-Indische Compagnie, die bedrijven werden eigenlijk vooral opgericht ter vernietiging van Spanje en Portugal. Eigenlijk een soort risk, maar dan echt, zeg maar, eventjes grof gezegd. Ja, of een soort van Pirates of the Caribbean eigenlijk. De WIC was eigenlijk gewoon een soort piratenbedrijf, waarbij de Portugezen die werden aangevallen en een schip werd gestolen met alle rijkdommen daarin. Ook mensen uit Afrika die daar door de Portugezen vandaan werden gehaald, die werden gestolen. Maar eerst, in Nederland waren ze, want in Zuid-Europa had je al slavenmarkten waar mensen werden verkocht. Maar in Nederland waren ze, en dat is wel een leuk feitje, waren ze er eigenlijk tegen. Ja. Er was een schip dat van de Portugezen was gestolen met een paar honderd man aan boord. En dat was in Middelburg in Zeeland. Wilden ze die mensen gaan verkopen, maar daar kregen ze niet de toestemming voor. Want zij dachten van in Nederland doen we dat niet. Dus ze waren eerst wel morele redenen tegen de slavenhandel. Ja, eigenlijk in de 16e eeuw werd eigenlijk een beetje die handelsgeest, die handelsdrift kwam op gang. En toen in de 17e eeuw had je inderdaad dus die VOC en de WIC. En dus toen werd het met een flinke verdiend, zeg maar, aan slavenhandel, zeg maar. Hoe ging dat een beetje in zijn werk? Nou ja, er werd dus al in slavenhandel verhandeld voordat Nederland daar eigenlijk in mee ging doen. Yeah. Want bijvoorbeeld Portugal had aan de westkust van Afrika een aantal forten. Ze gingen nog niet het land in van Afrika, dus nog niet echt kolonialisme, maar ze hadden een aantal forten waarvanuit zij handelden met Afrikaanse lokale vorsten. Zij gaven wapens aan de Afrikaanse vorsten, zodat zij de macht konden hebben daar. En de Afrikaanse vorsten die ontvoerden vanuit het binnenland Afrikaanse mensen, vooral in Ghana en Benin. En verhandelden dat met de Portugezen. En rond het begin van de 17e eeuw begon Nederland daar dus ook mee. Zij hebben een fort van Portugal bij Ghana, Fort Elmina, veroverd. En toen begonnen ze met het verhandelen van slaven. Dus zij kochten slaven in Ghana en in Benin. En verscheept het vervolgens naar Zuid-Amerika en naar Noord-Amerika, waar het werd verkocht aan de Engelsen en de Spanjaarden. Want waar zijn de slaven, zeg maar, eigenlijk altijd uit Afrika gekomen of ook uit andere delen? Of hoe was dat? Dat is ook een goede vraag, inderdaad. Er was eerst geen link tussen Afrikanen en slaven. Die link bestond niet. Want bijvoorbeeld in Amerika werden echt tientallen jaren werden eerst de native people, zeg maar, hoe wij het Indianen noemen. Dat volk werd eerst gebruikt voor de slavernij. Ja. Maar er stierf op een gegeven moment 90% van die bevolking, omdat wij allerlei ziektes meebrachten die ze in de Amerika's nog niet hadden. Ja. Dus de pest, de ziektes die wij al honderden jaren in ons hadden en op een gegeven moment syphilis bijvoorbeeld, waren er tegen verweerd op een gegeven moment. Die kenden ze nog niet in Noord- en Zuid-Amerika. Dus die bevolking stierf en daarom had je op een gegeven moment lege plantages en dus zelf ook de Nederlanders in Brazilië en in Suriname en Noord-Amerika, die eigenlijk tegen de slavernij waren, dachten van wij gaan er ook niet op werken. So, somebody has to work here, let's bring in the slaves. Dat is eigenlijk een beetje de gedachte van de Nederlanders, die er misschien eerst morele bezwaren tegen hadden, maar later dachten van, het is wel goede handel, dus let's go. Eigenlijk inderdaad puur om vanwege het geld en de kosten, veranderen ze hun moraal, zeg maar, een beetje. Ja. En om daar bovenop te zetten zou ik ook zeggen dat het sowieso puur economisch was. Ja. En dat het niks op te maken had met de etniciteit of ras. En eigenlijk bestond ras, zoals we die concept nu kennen, helemaal niet. Voordat racisme bestond. Nee, oké. Slavernij heeft geleid tot racisme, tot het bestaan van racisme. Die heeft geleid tot het bestaan van de concept ras. Weet je, zwarte mensen,
Aziatische mensen. Het waren allemaal gewoon mensen. En mensen, ja, mensen deden het ook gewoon normaal. Slavernij bestond al voor transatlantische slavenhandel, maar het was nooit gebaseerd op huidskleur. Nee. Het waren vaak ook eerst mensen gewoon uit je eigen land of uit, ja. En eigenlijk was er toen de discussie kwam over slavernij van, hey, moeten we dat wel doen? En toen ook de wetenschap over mensen ontwikkelde, toen kwamen er allerlei mensen met allerlei theorieën om de slavernij goed te spreken. En ook vanuit de Bijbel helaas. Hmm. Dus bijvoorbeeld er werd gedacht dat Afrikanen afstammen van Cham. En ja, zijn nazaten die zouden vervloekt zijn. Hmm. Ja, als de Afrikanen vervloekt zijn, ja, dit is een heel goed teken van dat ze inderdaad vervloekt zijn. En dan mag je in principe alles met ze doen. Dus de Bijbel werd gebruikt om het goed te praten, zeg maar. Ja. Ja. En dan heb je het, we hebben het natuurlijk over Afrika, maar we hebben natuurlijk ook heel veel mensen uit Suriname en Curaçao en de eilanden, zeg maar. Hoe kwam slavernij daar terecht? Je noemde ooit wel over die plantages. Wat voor rol speelde Suriname en Curaçao in dit verhaal? Hoe was dat geregeld, die structuur? Ik weet het niet. Nou, Curaçao is een doorvoerhaven. Curaçao is een doorvoerhaven voor de slavenhandel. Toen de tijd had Nederland ook meer invloed gekregen in Brazilië. En ze moesten een bepaalde plek vinden waar ze tussenin ook konden laden en lossen. Dus Curaçao kreeg wel die speciale status door een bijzondere haven. Suriname was meer een plantage, een soort van gigantische plantage, waar Nederlanders heel veel goud konden vinden en verschillende resources zoals goud, altijd die ze nodig hadden. Suiker, ik weet niet of het koffie ook was, maar heel veel verschillende teelt. In ieder geval. Eigenlijk heel veel dingen die heel veel gebruikt werden dagelijks, zeg maar, kwam daar vandaan. Ja. Ja. En Curaçao had echt een speciale rol, omdat Curaçao dan eigenlijk de center was van de slavenhandel in de Westen. Alle slaven die uit Elmina kwamen, gingen naar Curaçao. En van Curaçao gingen ze verspreid door het hele Caribisch gebied en de VS. Ook New York bijvoorbeeld, New York heeft ook slaven van Curaçao. Ja, want Nederland heeft ook een rol gespeeld, Amsterdam in New York, zeg maar. Hoe was dat? Ja. Hoe zat dat een beetje? Nou, we kunnen even weer een beetje teruggaan naar wat Mitchell zei over Portugezen en hoe Nederland boten aan de kaken was. Tijdens die proces. Toen er kolonisatie zat van Nieuw-Nederland, hadden die mensen ook gewoon mensen nodig om te werken. Ja. Dus uiteindelijk wat de Nederlandse overheid zei, oké, als we iets kapen, dan krijgen jullie allemaal 10 van de gekaapte mensen. Dus 10 van die mensen die in die Portugese boten zaten, die gescheept werden naar het Caribisch gebied, zeiden, oké, dan gaan jullie maar naar New York en jullie krijgen gratis mensen om dit terrein te koloniseren. Mm. Dus zelfs het afbouw van Nieuw Amsterdam is gerelateerd met slavernij. Ja. Dus zou je op een bepaalde manier misschien kunnen zeggen dat slavernij of racisme in Amerika ook een klein beetje in ieder geval te danken, te danken is natuurlijk heel klinkt positief, maar is aan Nederland in negatieve zin? Ja. Of gaat dat te ver? Dat is er wel natuurlijk, maar uiteindelijk Amerika of de Verenigde Staten waren een Britse kolonie, met stukjes ook van Spanje en van Frankrijk. Aandeel van Nederland in Noord-Amerika zal dan meer zijn, inderdaad, het verhandelen van de slaven. Yeah. Dus, want de kolonie van Nederland, Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam, die verdween ook best wel snel na het stichten. Je moet het zo zien, de Engelsen die kwamen daar gewoon even langs met een aantal schepen met kanonnen en zeiden van ja, it's ours now en jullie hebben de keuze om er tegenin te vechten of op te geven en yeah. Ze gaven het op. En toen deden zij later hetzelfde, de Nederlanders deden dat hetzelfde met
met Suriname en Guyana. En dat hebben zij dus toen ook van gekregen. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk een soort, dat werd een afspraak. Een soort landje ruilen, zeg maar. Ja, New York werd met elkaar geruild. Ja, ja, ja. En is er eigenlijk een soort... Ja, sorry? Het aandeel van Nederland in de slavernij in de Verenigde Staten ligt dus niet per se bij Nieuw Amsterdam. Nee. Maar meer dat er gewoon honderdduizenden slaven vanuit Curaçao inderdaad werden verhandeld naar Noord-Amerika. Dat is meer waar ons aandeel in ja. Ja, precies. En is er eigenlijk een soort aantal bekend om hoeveel slaven het eigenlijk in totaal ging? Ja, het is moeilijk in te schatten, omdat, kijk, de WEC hield cijfers bij. Ja. Maar de WEC was niet de enige compagnie. Je had verschillende bedrijven en op een gegeven moment kreeg de WEC wel een monopolie. Maar omdat de WEC niet een heel erg sterk bedrijf was, zoals de VOC dat wel was... waren er nog echt duizenden andere slavenhandelaren die eigenlijk op een illegale manier slaven verhandelden. Ja, ja. De schatting is nu dat Nederland tenminste 600.000 mensen tegen hun wil vanuit Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika heeft verscheept. En dat is dus echt het minimum. Ja, ja. En daarmee zou je dus ook nog eens alle illegale de slavenhandel bij kunnen rekenen, plus al het nageslacht van de slaven, de slavenkinderen die in slavernij werden geboren. Dus dat komt natuurlijk ook uit de slavenhandel. Dus ja, 600.000 is echt een minimum. Ja, het is verwacht misschien in ieder geval richting de miljoen of er overheen waarschijnlijk, als ik zo een beetje zeker weten. Meer, ja. Nadat de slavenhandel dus afgeschaft was, dan gebeurde het nog steeds, maar er waren dan geen records. Nee. Er zijn sommige speculaties dat dit gewoon meer is, dat er meer slavenhandel is gebeurd in de tijden van het afschaffing dan daarvoor. Ja, je noemt inderdaad al afschaffing, Gilberto. Ik denk dat na de tijd kwam er toch wel natuurlijk kritiek op van verschillende kanten steeds meer. Op dit, deze handel, zeg maar, in mensen. Ik heb begrepen dat inderdaad Frankrijk het eerst had afgeschaft, eigenlijk als eerst, maar toen kwam Napoleon en die stelde het toch weer in. En toen was Denemarken eigenlijk het eerste land dat het echt definitief afschafte. En Nederland eigenlijk pas als een van de laatste landen in Europa. Heb ik dat goed onthouden? Ja. En want er was ook nog een opstand in Curaçao. Wat kun je daar iets vertellen? Dus ik denk, we kunnen beginnen bij in 1794, was er dus een opstand op Curaçao. En die werd geleid door Abdullah. En Abdullah was een hele welbesproken enslaved person die op de plantage Canepa woonde. En uiteindelijk, hij kon ook lezen. Want het was niet normaal dat mensen die als slaaf werden gehouden konden lezen toen de tijd. Omdat mensen wilden niet dat ze konden communiceren met elkaar of knowledge van hun vergaren. Dus hij kon lezen en hij is te weten gekomen dat Frankrijk dus eigenlijk de eigenaar van Nederland was geworden. En dat het in Frankrijk wel zo was dat slaven de tot slaafgemaakte vrij waren geworden. En ze vonden het eigenlijk heel erg oneerlijk, omdat er zoveel vrede... Kijk, de Nederlanders waren echt bekend voor een vrede manier van omgaan met mensen die verslaafd waren. Het was echt erg. Het was zo erg dat soms sommige landen besloten waren om niet... hadden besloten om geen slaven van Nederland te krijgen. Of naar Nederlandse koloniën te sturen, omdat ze zo breed waren. Ja. Soms was het zo... Het was zo erg trouwens, dat meestal ze alleen maar een constante stroom van nieuwe slaven moesten hebben, omdat die oude slaven dus niet genoeg kinderen konden maken, omdat ze zo snel overleden, omdat het werk zo hard was. Binnen 8 jaar, daarom het had eigenlijk geen nut om te breeden, een slaaf, zeg maar, op een natuurlijke wijze, zeg maar, een nieuwe slaaf.
te geven door gewoon een kind te laten geven. Want het kostte 10 jaar lang voordat die een beetje nuttig werd. Hmm. Volgens de plantagehouders. En vervolgens stierf die gemiddeld al binnen 8 jaar van werken. Ja. Ze gingen eigenlijk misschien wel meer mensen dood dan dat er geboren werd. Het was zeg maar vanwege de zware slechte omstandigheden gewoon niet op die manier bij te houden. Het klinkt heel, heel plat. Maar als je maar denkt dat er op zijn minst 300.000 slaven naar, of mensen van Afrika naar Suriname werden gebracht. 300.000, 350.000 ongeveer. Ja. En bij de afschaffing van slavernij nog maar 30.000 overbleven. Terwijl de bevolking van Nederland met iets van 95% steeg in die periode. Ja. Dan kan je wel zien dat het werd gewoon gedecimeerd. Het werd gewoon, die hele bevolking is gewoon compleet vernietigd. Ja, bizar. Er wordt heel vaak wordt gezegd van ja, maar waarom zou je je slaaf slecht behandelen? Want het is eigendom en je moet daar goed mee om. Ze gingen daar echt wel goed mee om. Maar slaven waren er in overvloed. Bizar. Dus kwamen gewoon per schepen kwamen die met 100, 200 man kwam wekelijks aan. Ja, bizar. Zo'n hoge waarde werd helemaal niet gehecht aan de mensen. Nee. Niet zelfs. En ze worden niet eens gezien als mensen. En dat vind ik, de cruelty was the point. Als je mensen dehumaniseert, wat er gebeurt is dat jij ook gedehumaniseerd wordt. Dus je ziet mensen niet meer als een persoon. De breedste dingen werden gewoon goed gesproken. Bijvoorbeeld, op een gegeven moment in Suriname werd de doodstraf dus illegaal gemaakt. Ze dachten, sommige slaven vinden het beter om dood te gaan dan te blijven leven. En te werken, want juist zo breed en zo erg waren de condities. Een beetje gewoon zweepslagen, totdat mensen niet meer konden lopen. En ze moesten zelfs regels maken, zodat bijvoorbeeld dat mensen, dat slaven die dus een kind zouden gaan krijgen, dat zij alleen maar op hun rug geslagen moesten worden. Ja. Want dan kunnen we de kind beter beschermen. Maar dat gebeurde pas later. Ja. Of een ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat op die schepen werden die vrouwen heel vaak verkracht. En die kinderen werden zelfs verkocht. Die verkrachtingen gebeurden gewoon door de matrozen en door de mensen scheepslieden. Maar ze waren dacht, leuk. Nu hebben we een persoon die ook een half wit is. Dan kunnen we die persoon voor een hogere prijs verkopen. Dus eigenlijk echt mensenhandel in alle vormen en maten kwam erbij kijken, zeg maar. Ja, het is echt bizar. En het werd natuurlijk in 18, of niet natuurlijk, direct gelukkig, dus de slavernij, of slavenhandel werd eerst afgeschaft volgens mij in 1814. Maar pas later, 40 jaar later, de slavenhandel. Maar toch nog een periode daarna werden nog steeds slaven gehouden. Wat was nou eigenlijk echt het stoppunt wat dat betreft? Kijk, de belangen voor de Nederlandse overheid waren, of zij verdedigden de belangen van de plantagehouders, niet van de slaven. Nee. Zij wilden misschien wel verlicht overkomen tegenover de rest van Europa, maar uiteindelijk verdedigden zij puur de economische belangen van de Nederlandse plantagehouders. Dus op Suriname bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie het wel eens hebben gezien, er lopen verschillende activisten, Nederlandse activisten, maar ook bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam vorige week in tijdens de Kitty Kottie maand, de herdenking van de afschaffing van slavernij, lopen ze met een button waar 1873 op staat. En dat refereert aan dat inderdaad de slavernij op Suriname en de rest van de Antillen in 1863 is afgeschaft, maar dat de ex-slaven, de vrijgemaakte slaven, na die wet toch 10 jaar lang nog in dienst moesten blijven van de plantagehouder onder echt een erbarmelijk loontje. Ja, dus 1863 zei je, werd het, was Kitty Kottie. Ja. 1873 moesten ze dus door blijven werken. Niet als slaaf, ze waren vrij, maar ze hadden geen enkel recht. Ze hadden niet de rechten die wij, die de Nederlanders hadden.
en ze moesten dus blijven werken en ze mochten bijvoorbeeld ook niet het terrein verlaten, dat was strikt illegaal. Dus eigenlijk waren ze nog in de praktijk slaven. Plus, het was heel, heel fijn eigenlijk voor die plantagehouders, want kregen zij 300 gulden per slaaf, wat in deze tijd echt een fortuin zou zijn, 300 per slaaf die vrijgemaakt werd. Hmm. Plus ze hadden niet meer de verantwoordelijkheid om voor een slaaf te zorgen. Te zorgen, ja. Geen eten, geen zorg als ze ziek worden. It was actually worse. Want het was gewoon dwangarbeid, zonder enige hulp, zonder enige verantwoordelijkheid. Dus ze kregen geld, maar het geld kwam eigenlijk dus alleen maar bij de plantagehouders terecht. En het had voor de slaven weer het niet beter, misschien alleen nog wat slechter. En de plantagehouders gingen alleen maar vooruit dus. Ja, en bijvoorbeeld op Curaçao is er iets die heet de Paratera-contract. Dus die vrijgemaakte, hadden dan moesten werken voor de slavenhouder precies 12 dagen per jaar, of soms meer, soms minder. Maar wat die verplichting inhield was dat zij moesten werken tijdens de oogstperiode. Dus dat is best wel heftig, want als jij de hele jaar door zit te draaien en alles, dan heb je niet genoeg tijd om zelf jouw eigen oogst te kunnen pakken en te gebruiken. Dus het was gewoon die economische onrechtvaardigheid was gigantisch, voor de ex-slaven. Hmm. Ja, plus zij moesten in dat Bagatera-systeem, moesten zij toch betalen voor een stukje grond van de plantagehouder. Oh. Altijd de grond. Ze waren slaaf, maar ze moesten voor hun eigen stukje nog steeds ook nog eens een keer gaan betalen. Ja, om daarop te kunnen werken, om mais net genoeg voor hun gezin te verbouwen. Dus recap. Dus de slaafhouder kreeg 300 gulden. One. De vrijgemaakte moesten betalen om gebruik te maken van de slechtste grond. En drie, de ex-slaaf moest ook nog verplicht werken voor die grondeigenaar. En er wordt niet voor hen gezorgd, ze kregen geen eten, ze kregen niks. Dus het was gewoon like from the pan into the fire. Bizar. Bizarre feiten allemaal. Ja, als je het wil hebben over ongelijkheid tussen zwart en wit, als je naar Suriname of naar Curaçao gaat kijken, waar je op Curaçao voornamelijk, waar je nog steeds veel Nederlanders hebt, dit is de bron van die ongelijkheid. Ja. De bron is daar, want je bouwt iets op. Mensen bouwen een wealth, bouwen ze op. Ze bouwen rijkdom op en dat geeft ze door op generatie op generatie. Ja. Mensen worden geboren op Curaçao als miljonair zonder daar ooit iets voor te doen. Terwijl de Curaçaonaren van kleur, die worden geboren en die erven nauwelijks wat eigenlijk. Die erven eigenlijk de armoede in de. Precies. Mijn vader is overgrootmoeder, was de dochter van een slaaf. En ik ken mijn overgrootmoeder, dus mijn vader kende ook zijn overgrootmoeder. Dus dat is eigenlijk, het klinkt heel ver weg allemaal, maar eigenlijk is het nog best wel dichtbij op een bepaalde manier natuurlijk. Het is zo dichtbij. En die legacy, en dat begrijp ik, ik denk dat besef men niet zo vaak. Die legacy woont er nog steeds. Als je... Nou, ik ben inderdaad wel benieuwd, want we hebben nu inderdaad allemaal best wel heftige feiten en geschiedenis gehad. En dan komen we nu eigenlijk een beetje aan bij de vorige eeuw, jaren 1900 en verder. Daar was het natuurlijk niet verdwenen zomaar, helaas, want we merken het nu nog steeds natuurlijk de gevolgen. Daarom hebben we dit gesprek, onder andere. Indonesië is ook natuurlijk nog een land waar het ook heel veel gebeurd is en gedaan is. Wat ik onder andere heel interessant vond, wat we in het vorige gesprek ook over hadden, is zeg maar de wederopbouw van de Tweede Wereldoorlog. Ik was van overtuigd dat wij heel veel geld van Amerika hebben gekregen, dat hebben we ook, maar dat dat het grootste bedrag was en dat we daardoor helemaal op zijn gebouwd. Maar jij vertelde nog iets heel anders interessants over Indonesië, wat eigenlijk dacht van heel bizar dat ik dat... Nou ja, ik weet niet of ik het, misschien heb ik het wel geleerd, maar ik heb het niet onthouden. Kun je het nog vertellen? Interessant.
Nou, wat interessant is, is dat Indonesië meer heeft betaald aan de wederopbouw van Nederland dan de VS. Mm. En ook nog gratis. Ja. De VS gaf de Marshallplan, gaf de VS Nederland, of leende de VS Nederland, $1,127 miljoen. Weet je, 1,1 miljard. Mm. En toentertijd was dat bijna... nog veel meer, ja. 4,3 miljard gulden. Dat was best wel veel geld. Yeah. Maar toen Indonesië dus vrij werd, na die politionele acties, was een van de maatregelen die Nederland aan hen oplegde, was gewoon dat ze een schuld hadden. Dus een schuld hadden van 4,5 miljard gulden. En dat was hun afscheidsgift. Dus zij moesten Nederland 4,5 miljard gulden betalen om weg te gaan. En daarbovenop moesten ze ook nog al het geld dat Nederlandse ondernemers hadden gemaakt, of hadden in het land, ook teruggeven. Mm. Dus uiteindelijk was dat een whopping 7,5 miljard gulden. En Indonesië heeft 4,5 miljard gulden betaald in 10 jaar. Ja, in 10 jaar. In 1956 hadden ze alles opgelost. Wow. Dat is gek en dat is bizar. Dus stel je voor de hoeveelheid van impact die dat geld had economisch op Nederland, op de wederopbouw, was groot. Ja. En dat was meer geld dan wat de VS had. En daarbovenop hoefde Nederland dus het niet terug te betalen. En Amerika, nee. Ja. Nee, ja, bizar. Ja. Ja. Dus we moesten het wel terugbetalen aan Amerika, maar niet aan Indonesië. Oh, sorry, ja. Dat, ja. 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 Ja, heel goed. Daarom komt natuurlijk ook, überhaupt de koloniën waren van zo'n groot belang tijdens de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden die hadden nooit, en dat is gewoon bijna een historisch fact, nooit de oorlog kunnen winnen zonder het olie wat vanuit de raffinaderijen van Curaçao kwam. Het olie van Venezuela werd gebruik klaargemaakt op Curaçao. En dat olie, dat was voor zo'n grote impact voor de tanks, voor de vliegtuigen van Amerika, Canada en alle andere geallieerde landen. Plus het bauxiet, een stof wat vanuit Suriname werd gehaald, ontzettend belangrijk. En ook nog het olie wat op Indonesië werd gevonden. Dus zonder die kolonies had de hele wereld, de Tweede Wereldoorlog, er heel anders uitgezien. Ja. Gewoon gewonnen doordat Amerika en Canada gewoon meer olie hadden. Meer dus eigenlijk de koloniën hebben echt superveel, nog een hele grote rol gespeeld sowieso in de Nederlandse economie, maar ook in de politiek natuurlijk. Ja. Zeg maar in de jaren 60, 70 kwamen er, begonnen in ieder geval mensen uit Suriname en van Curaçao en andere eilanden naar Nederland te komen. En in begin jaren 90 ook, als ik goed begrepen heb. Dat heeft natuurlijk ook heel veel effect gehad op onze samenleving. Kun je daar kort iets over delen? Kijk, er wordt heel vaak gezegd van je kan Amerika niet vergelijken met Nederland wat betreft racisme. En dat klopt ook heel erg. Want Nederland heeft nooit een plantagecultuur gehad of zo. Er kwamen geen miljoenen slaven naar Nederland om hier te werken. Maar want de grote bevolking van de Antillen en Suriname dat hierin kwam, dat gebeurde eigenlijk pas inderdaad vanaf de jaren 60. In de jaren 60 kwamen heel veel studenten vanuit de Antillen kwamen in Nederland om te studeren. Yeah. En vanaf de onafhankelijkheid van Suriname, onder Bouterse vluchtte een heel groot gedeelte van de Surinaamse bevolking naar Nederland. Mm. En ook inderdaad in de jaren 80 en jaren 90 kwamen er heel veel Antillianen door de economische crisis daar naar Nederland. En eigenlijk toen is pas die botsing tussen twee culturen gekomen. Toen is pas die strijd om multiculturele samenleving waar mensen tegen zijn, voorstander van, toen is dat eigenlijk pas gekomen. Dat wil niet zeggen dat racistische denkbeelden nog niet bestonden, want die stammen af vanuit van de koloniale tijd. Yeah. Ja. Doordat mensen zich zo superieur voelden, doordat Nederland over de hele wereld is geweest en dat al die helden zulke geweldige dingen hebben gedaan, daardoor voelden ze zich
superieur tegenover Afrikanen en andere mensen van kleur. Eigenlijk superieur boven andere mensen met een kleur eigenlijk. Om zo, ja. Ja, beter, sterker, slimmer, meer innovatief, al die dingen. Hm. Maar dus die denkbeelden, die botsen natuurlijk enorm met een multiculturele samenleving. Ja. Want in een multiculturele samenleving kan je niet hebben dat één cultuur zich beter voelt dan de rest. Zijn we allemaal gelijk en we moeten gewoon wat van dit land zien te maken. Ja. Iedereen is gewoon welkom. Dat is een multiculturele samenleving. Ja. Maar dat botste dus heel erg. In de jaren 90 vooral natuurlijk met Pim Fortuyn, maar ook al eerder met de centrumdemocraten. Ja, ik vond het ook wel interessant wat Gilberto, wat jij aanhaalde over redlining. Ik heb er zelf een keer vorige week een filmpje gezien over Amerika, over redlining. Ik dacht, oh, dat gebeurt in Amerika. Eigenlijk geen idee dat het in Nederland ook gebeurde. Kun jij die term eens uitleggen wat dat inhoudt? Ja, nou, redlining houdt in dat mensen die wonen in bepaalde wijken en regio's systematisch minder toegang hebben tot de woningmarkt en dus ook geen woningen kunnen financieren. Ook al passen ze binnen alle andere criteria's. Armere buurten in het algemeen hebben vaker een hoger percentage van mensen met een migratieachtergrond, mensen van kleur. En dus daardoor is redlining een mechanisme die ervoor zorgt dat mensen van kleur minder kapitaal en minder wealth kunnen hebben, doordat ze geen toegang hebben tot het kopen van producten die hen vermogen geven. En dat is dus generational gebeurd in Nederland. In Rotterdam en Amsterdam gebeurde dat vaker. In Rotterdam tot en met begin jaren 2000 hadden mensen in bepaalde buurten met veel migranten, zoals Rotterdam zei, gewoon per definitie geen toegang tot hypotheekleningen. En dus ook al ben je misschien arm in de jaren 80 en je bent misschien je woont in een buurt met meer witte mensen, dan ga je naar de bank. Dan krijg je een kleine lening voor een huis. En dat is al geweldig. En over 10 jaar of over 5 jaar. De waarde van de huis is omhoog gegaan. Je verkoopt het huis. Nu heb je extra inkomen. Je gaat terug naar school. Je investeert om jouw kinderen naar de universiteit te sturen. En een extra certificaat te halen. Nu heb je een betere baan. Yeah. En je kan een grotere huis kopen. En ad infinitum. Dus het gaat door. Maar met mensen van kleur, wat er gebeurde was, zij kwamen dus die aanmerking voor die leningen en dus bleven ze huren, maar de huurprijs gaat elke jaar weer omhoog. En op een gegeven moment kunnen ze ook niet meer weg vanuit die vicieuze cirkel van armoede. Nee. En dan, zo maak je ghettos. Mm. Zo hou je ghettos in stand, want mensen die arm zijn blijven dus, you're locked in forever, je kan niet weg. Ja, en hebben we ook zo'n, ik zit even in Den Haag te denken, hebben we ook een gebied of een stuk in Den Haag waar zoiets gebeurd is? Ik bedoel, de Schilderswijk is een voorbeeld. Kijk, er is systematisch onderzoek gedaan in Amsterdam en Rotterdam. Maar Schilderswijk is ook gewoon een hele buurt die bijna dezelfde condities heeft zoals Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld. Hmm. Het is een buurt die landlocked is. Die architectuur van die buurt is gemaakt om mensen daar binnen te laten blijven. Laten stikken. En het is niet, kijk, het is een hele prettige buurt doordat er mensen zijn die heel erg cultureel en heel erg mooi zijn, maar de manier waarop die buurt zelf is gebouwd is gemaakt om mensen geen opportunities te geven. Mm. Nu beginnen ze het weer open te breken, maar dat heeft ook een invloed. City planning is echt invloedvol op de manier waarop mensen met andere mensen samenleven. Ja. Ja, ik heb een poosje geleden in het Haagse Historie Museum een stukje gezien over Nooit Gebouwd in Den Haag, volgens mij heette dat zo. Het ging ook inderdaad over de Schilderswijk en dat kwam ook wel inderdaad in dit stukje in terug, dat het echt gebouwd is met een reden om dingen bij elkaar te houden en ja, niet positief zeg maar. Ja, ja, niet met die woorden aangegeven, maar dat was wel een beetje de conclusie die ik zelf ook trok. Ja. Hey, en ik noem even tussendoor trouwens even, als jullie vragen hebben in de chat over geschiedenis, er is veel gezegd. We gaan nog één, ik ben nog benieuwd naar even één onderwerp over scholen, hoe dat werkt. En dan is er zeker nog even tijd voor wat vragen over geschiedenis
dingen die verteld zijn, maar die, of dingen die nog niet verteld zijn waar je een vraag over hebt. Dus drop ze vooral in de chat en dan is er zo nog even een rondje met vragen natuurlijk. Want ja, we hopen dat jullie hier heel veel aan hebben. Dus Mitchell, over scholen. Ook een interessante onderzoeken verschil natuurlijk geweest over witte scholen, zwarte scholen, gemengde scholen. Wat kun je daarover zeggen? Nou ja, je ziet zeker de laatste tijd ook nu zeg maar, het onderwijsaanbod zo verschillend is. Er zijn voor elke soort leerstijl is wel een aparte school. Ja. Merk ik heel erg dat autochtone Nederlanders, witte Nederlanders, zeg maar, ervoor kiezen om hun kind naar de hoogst best vooraanstaande de school te sturen in plaats van de school die gewoon het dichtbijzijnd is. En vaak ook kiezen zij ervoor om hun kind naar een hele homogene, dus een school waar alleen maar de eigen cultuur voorkomt, te sturen in plaats van naar een hele heterogene, een hele diverse school te sturen. En je ziet ook heel erg processen wanneer er een bepaalde immigrantengroep in de wijk komt wonen en zich aanmeldt op die school, dat je op een gegeven moment die school gewoon in een aantal jaren steeds zwarter ziet worden. En niet omdat er nou zoveel meer zwarte kinderen bij komen, maar omdat er een soort van witte vlucht is. Witte kinderen worden gewoon van die school afgehaald en die gaan naar het gymnasium, tweetalig VWO. Dat is heel erg problematisch eigenlijk, want dat zorgt er gewoon voor dat je steeds meer segregatie hebt. We kijken naar Amerika heel vaak en denken dan echt van wat een verschrikkelijk land. Daar is er zoveel segregatie, culturen leven niet samen, je hebt zwart Amerika en wit Amerika, maar je hebt precies hetzelfde in Nederland. Terwijl we eigenlijk zo'n klein land zijn, als je überhaupt alleen in Amsterdam al kijkt, dan zie je gewoon in dezelfde wijk een witte school en een zwarte school staan. En dat zorgt ervoor dat culturen niet samengaan, dat mensen niet met elkaar gaan praten, niet met elkaar gaan discussiëren over verschillende culturen en dus ook geen acceptatie voor elkaar krijgen. Want een gebrek aan communicatie samen zorgt ervoor dat stereotypen boven alles gaan varen. Ja, ja. Dan wordt het belangrijk, want je weet niks van de ander. Ja, het zou natuurlijk super tof zijn als er maar één school nodig is die gewoon alles bij elkaar heeft natuurlijk, ja. En die zijn er wel. Dat is ook heel erg normaal. Dat is ook echt heel erg normaal en endemisch voor Nederland. Kijk, verzuiling is een unieke voorbeeld van wat er ook toen de tijd gebeurde, ook al voordat mensen van kleur hier leefden. En dit is dus de voortgang van een proces die al jarenlang speelt, van uitsluiting en exclusie en segregatie van groepen, maar die ook nu duidelijker is geworden doordat mensen van kleur aanwezig zijn. Dus er is opeens een collectieve witte persoon. Vroeger bestond het helemaal niet in Nederland. Was katholiek of, oh nee, ik ben humanist, ik ben sociaal, ik ben... En opeens is iedereen, oh nee, maar die gekleurde mensen zijn een bedreiging voor de witte mensen. Dat bestond nog. Ja. En het vervelende is ook dat kwaliteit letterlijk gewoon aan afkomst is gelinkt. Want een zwarte school is per definitie voor zeg maar, onderwijsaanbod is een slechte school. Je hebt letterlijk onderwijsadvies website zeg maar, waar je kan kijken op de website van is het een goede school of niet. Daar kan je gewoon letterlijk de diversiteit van zeg maar, als filter aanpassen. Het wordt gewoon echt als slecht gezien wanneer het een zwarte school is, wanneer het een hele diverse school is, wanneer het heel veel Marokkaanse en Turkse kinderen op zitten. En het probleem bij zoals lerarentekort heb je niet zo bij bij Nederlandse gymnasia of bij tweetalig VWO. Maar dat zit er vooral in de hele diverse scholen. Daar is vooral het lerarentekort, omdat leraren daar ook niet meer willen werken, want het heeft zo'n slechte naam gekregen. Ja. Dus, en dat heeft niks te maken per se met een resultaat trouwens. Want sommige diverse scholen zijn gewoon beter dan de witte scholen. Ik had een onderzoek gedaan, een beleidsevaluatie in Amsterdam, over een witte school en een diverse school. Ze zaten in hetzelfde gebouw en die diverse school had betere resultaten dan die witte school, maar die witte school was
nog steeds werd het gezien als de meest prestigieuze school. Mm. Dus het heeft niks te maken met uitkomst, maar alles te maken met een idee van wat goed is en wat het beste is. En dan, dat wit altijd een beetje beter is dan gekleurd. En ik zie een vraag van Jeffrey. Eigenlijk, het lijkt een beetje op de vraag die ik ook in mijn hoofd had. Heel goed, Jeff. Dankjewel. En ik lees er gewoon eventjes voor. Ik ben wel benieuwd wat jullie visie is op de toekomst. Welke stappen moeten genomen worden door de inwoners van Nederland of de regering om daadwerkelijk gelijkheid voor iedereen te creëren in de maatschappij? En Gilberto, voor jou eerst. Geen idee. De eerste stap is altijd, we moeten leren om comfortabel te zijn met oncomfortabel te zijn. Oncomfortabiliteit is iets wat wij hier in Nederland heel moeilijk vinden. Want in onze hoofd hebben we bepaalde ideeën over onszelf die gedeeltelijk waar zijn. We zijn niet al volledig onwaar, maar ze zijn gedeeltelijk waar. We zijn tolerant, weet je, we discrimineren niet, wij zijn dit, wij zijn dat. Maar als mensen, en zeker als christenen, weten we ook, weet je, binnen ons is er heel veel goede dingen, maar ook heel veel dingen die niet zo goed zijn, die we constant moeten blijven veranderen. En dat moeten we ook gaan uitoefenen op het gebied van racisme. Ras bestaat niet, maar racisme houdt dat in stand. Als we racisme niet oplossen, zullen we nooit een kleurenblind leven kunnen leiden. Want dat bestaat niet. Want een bepaalde groep heeft gewoon minder kansen, structureel, etnisch profileren, lack of housing, minder kans op een baan dan een andere groep. En dat betekent dat we beleidsmatig top-down ook bepaalde dingen moeten veranderen, moeten erkennen dat er systematisch racisme is, per step, maar ook binnen onszelf moeten we erkennen dat wij ook dat kunnen uitoefenen, dat wij ook deelnemers zijn, dat wij ook actieve participanten in het voortzetten van racisme. Zelfs mensen van kleur kunnen ook racistisch zijn tegenover mensen van kleur. En dat is gewoon geconditioneerd. Dus nou, ik zag wel vandaag, en het is natuurlijk al vaker gezegd, hè, het begint bij jezelf. Dus jezelf laten leren, jezelf onderwijzen, maar ook gewoon openstaan, luisteren. En ik zag vandaag ook wel een petitie voorbij komen om te zorgen dat op scholen racisme een soort van verplicht onderwerp wordt. Dus er zijn natuurlijk ook wel manieren om, denk ik, invloed te hebben. Mitchell, heb jij nog ideeën daarbij? Hoe kunnen we naar de toekomst kijken? Wat kunnen we verbeteren? Ik denk dat het heel erg belangrijk gaat worden als we afgaan van het beeld dat witheid de norm is. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Dat zeg maar, in hele kleine dingetjes is het al bijvoorbeeld dat je heel veel moeite zou moeten doen om een pleister in bruine huidskleur te gaan vinden. Gewoon puur omdat systemen zijn ingericht voor witte mensen. In Nederland en in de rest van Europa. Dus een heel klein voorbeeld, maar in de media speelt dit natuurlijk. In stereotypen die wij constant weer herhalen, is eigenlijk het beeld dat witheid normaal is. En alles wat van witheid afraakt, zeg maar, alles wat anders is dan wit, is raar, is exotisch, is vreemd. Dus ik denk dat je pas van ware gelijkheid en ware acceptatie kan spreken als er geen mainstream, geen norm is. Dat ik normaal word gevonden, ook Gilberto normaal wordt gevonden. Dat hij ook gewoon op straat naar kan lopen zonder vreemd worden aangekeken. Dat hij een ander kleurtje heeft dan de rest. Ik denk dat dat belangrijk is. Voor de rest vind ik dat... Gewoon misschien ook een stukje bewustwording bij ons taalgebruik misschien ook? Zeker. Al is het überhaupt bij het woord blank. Blank wordt nog steeds gebruikt, maar blank is een koloniale term wat een waarde aan is gegeven. Er is geen tegenovergestelde van blank, maar er is wel een tegenovergestelde van wit en zwart. Maar blank betekent als je naar het woordenboek gaat, dan staat er letterlijk rein, ongeschonden, goed, mooi. Dat zijn de synoniemen van blank. Dus eigenlijk zeg je namelijk dat je perfect bent, bij wijze van spreken. Ja, in feite wel. Dat is het.
Dus we schrappen bij deze het woord blank uit onze taal en ook het woord de term Gouden Eeuw. We zeggen vanaf nu 17e eeuw, hè, volgens mij gewoon. Ja. 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 En voor de rest, ik ben ook voor een stuk harder aanpak van discriminatie. 9 op de 10 makelaren vinden het nog oké om mensen te weigeren op hun etniciteit. Hmm. Het moet gewoon hard aan worden gepakt, gewoon strafbaar worden gemaakt. Het is wel enigszins strafbaar, maar het wordt nooit gerecht. Dit soort discriminatie moet gewoon worden aangepakt. En er moet ook programma's worden ingesteld dat gewoon kansloze jeugd uit mindere buurt gewoon eindelijk de kans geeft om zich op te werken. Ja. Om inderdaad een huis te kopen, om inderdaad iets van waarde op te bouwen. Goeie dingen. Ik ga zo trouwens, sorry jongens. Ik ga jullie even onderbreken, want er zijn nog een vraag binnen. En we lopen al een beetje naar het einde. Dus ik ga de laatste vraag maar even noemen. En dan sluiten we nog eventjes af met wat tips van jullie kant voor een boek of een docu of een film misschien om te kijken waar mensen lekker zelf verder kunnen. Een vraag van Kelly. Dankjewel Kelly. Hoe reageer je erop als mensen zeggen dat slavernij al lang geleden is en dat we daar al lang niet meer mee bezig moeten zijn? Een soort van just get over it already mentaliteit. Hoe reageer je op zo'n houding? Wat is daar, heb je daar een tip of een advies voor? Mitchell? Roberto? Oh, ja. Oh. Hey, je kan eerst gaan, Mitch. Ik denk sowieso om goed. Nu heb je bijvoorbeeld de kennis van het Pagatera systeem op Curaçao en het 1873 verhaal. Dat zijn al twee startpunten waarmee je kan beginnen. Van oké, misschien is het in 63 afgeschaft, maar ze moesten nog 10 jaar lang doorwerken. Plus je kan inderdaad zeggen dat de opa van mijn opa, die is geboren in de slavernij. En mijn opa heeft geleefd in een periode waar nog zoveel effecten van slavernij zichtbaar waren. Als je een slaaf bent, dan word je niet als mens. Het is bijna onmogelijk om vanuit die positie binnen een paar generaties je op te werken naar gelijkheid. Zeker niet als die gelijkheid gewoon wordt onderdrukt. Ook na de afschaffing van slavernij. Dus er zijn zoveel effecten. In de maatschappij zichtbaar. Dus het is ook natuurlijk een soort generatie DNA natuurlijk. Generatie DNA. En dat werkt natuurlijk gewoon nog door. Ja. En met een wet wijzig je niet. Verander je niet meteen het denken, zeg maar, natuurlijk. Nee, zeker niet. Ja. En het hele systeem is ingericht op de onderdrukking en op het idee dat zeg maar, de ex-slaven niet voor zichzelf konden zorgen. Dat ze nog onder de hand van de Nederlander moesten leven. Dus het is lang geleden, maar ik bedoel, er zijn zoveel dingen die lang geleden zijn die nog steeds effect hebben. Het Joodse volk bestaat amper in Europa door de Tweede Wereldoorlog. Ja, dan kan je ook zeggen dat het lang geleden is, maar het heeft effect gehad. En effecten blijven doorvoeren op deze generatie. Ja. Ja, Roberto, ook in En dat is echt heel belangrijk, die generational effect. Want de jaren 80 waren er gewoon buurten op Curaçao waar mensen van kleur niet naar binnen konden gaan. Jaren 80, veel van onze ouders zijn gewoon geboren voor de jaren 80, de jaren 60, de jaren 70, ze zijn opgegroeid met dat. Daarbovenop is het ook belangrijk om te erkennen dat die invloed van generationele trauma. Dus als ik door een traumatische ervaring ben gegaan, dan heeft dat ook een invloed op mijn kinderen. Ja. Hoe voer ik hen op? Heel veel Nederlanders kennen dat, want hun grootouders waren mensen die de Tweede Wereldoorlog gewoon van dichtbij hadden meegemaakt. Ja. Dus hun manier van omgaan met eten, hun manier van omgaan met, ik moet alles bewaren, die heeft een invloed gehad op de levens van hun eigen ouders. En ook op hun eigen levens. We herdenken gewoon de Tweede Wereldoorlog elk jaar. Ja. We herdenken bevrijding elk jaar. Dus stel je voor dat het niet alleen maar 4 jaar, 5 jaar van oorlog was, maar 400 jaar van traumatische ervaringen. 400 jaar, dus dat zijn 4 generaties van traumatische ervaringen
En dat moet je allemaal wegwerken in 3 generaties. Ja, dat kan niet. Nee, er is nog veel te doen, maar we zijn gelukkig ook al, ja, ik denk zelf wel dat we echt een mooie, mooie weg aan het inslaan zijn, die we vol moeten houden, want anders komt het niet goed. Maar ik hoop dat ook met dit soort gesprekken, misschien dat we volgende week of de week daarna wel weer nog weer een nieuw gesprek hebben met een ander onderwerp. Maar super tof, dankjewel Mitchell en Gilberto voor al jullie input en al jullie antwoorden en kennis. En ik ben nog, ja, wat we net al zeiden, even benieuwd naar een tip van jullie allebei. Eén tip waarvan je denkt, nou, als je meer wil weten of als je meer wil weten, kijk dit, lees dit. Gilberto, heb jij eentje? Een goede boek. In het Nederlands is Hallo Witte Mensen. En een andere goede boek heet White Fragility. Dat is in Engels. Die is echt een aanrader, gewoon omdat het gaat over hoe hebben we gesprekken, hoe kan ik een gesprek hebben over racisme, ook al is het iets dat ik niet per se ken. En dat denk ik, raad het echt aan. Mooi, tof. Ik ga hem ook opschrijven. Thanks. Mitchell, heb jij eentje? Nee. Ja, dat mag. Oh. Dit is... Voor de echte lezers. Het is... even kijken. Het is... meer dan 700 pagina's dik. Dat is eigenlijk een geschiedenis, begint vanaf de middeleeuwen tot aan eigenlijk nu. Nu de situatie nog op Curaçao, Suriname, Indonesië. En het is eigenlijk een hele samenvatting van wat Nederland heeft gedaan in het buitenland, wat waar je niet zo trots op kan zijn. Dus eigenlijk het verhaal van Piet Hein, het verhaal van Michiel de Ruiter, Jan Pieterszoon, Spoen. Al die mensen eigenlijk laten zien wat ze echt daadwerkelijk hebben gedaan. En ook echt in detail. Ja. Soms gruwelijk, heel gruwelijk, maar wel heel goed om te weten. Ja. De onderkant is ook wat iedere Nederlander moet weten. Want ik weet zeker, als je dit hebt gelezen, dat jouw beeld over de Nederlands koloniale geschiedenis heel anders is. En misschien ook goed om te weten, er is een samenvatting van ook, hè? Ja, dit is een compacte versie. Dus je hebt een versie voor de nerds, zoals ik, 350 pagina's. Maar je hebt er ook eentje voor de mensen die het wel willen weten, maar daar gewoon de tijd niet voor hebben. Die is 250 pagina's ongeveer. Dus dat is een compacte versie, die is ook veel goedkoper. Go get that one. Ja, en we gaan zeker zijn bezig om een soort resource overzicht te maken met films, artikelen, boeken. En die hopen we zo snel mogelijk ook te publiceren. Op in ieder geval ook hier bij CityPoint. Dus blijf ook vooral wachten op dat. Hou je socials in de gaten, dan delen we dat natuurlijk. En dan komen deze ook op te staan, zeker weten. Dus we zullen ze ook inderdaad, Ineke zegt, kunnen jullie in de comments noemen. Nou, we kunnen ze zeker achteraf straks eventjes in de comments ook nog noemen. Maar het komt ook nog later beschikbaar met heel veel andere dingen. Dus... maar super, dank jullie wel nogmaals voor ook jullie kennis, Gilberto en Mitchell. Tof om dit met z'n drieën denk ik zo te doen. En wat we al zeiden aan het begin, ga vooral lekker zelf op onderzoek ook uit. Er is veel te vinden en er is veel te ontdekken. Dit waren een paar highlights, om het zo maar eventjes te noemen. Paar punten uit de geschiedenis. En zoals ik altijd zeg. Antiracisme is pro-rechtvaardigheid. Mm. Het is een levenlange ontdekkingsreis met jouzelf. En het gaat over zelfgroei. Persoonlijke groei, want als je antiracistisch bent, gaat het over kindness. En heel vaak denken we dat het alleen maar gaat over, we moeten dingen wegbreken en alles. Of weet je, gewoon vernietigen. Nee, het gaat over hoe kan ik meer liefdevol zijn voor mijn buurman en mijn buurvrouw. Hoe kan ik beter van anderen houden? En ook meer verbinding voelen met anderen. Ja. En mezelf ook meer mens maken. Ja, en het begint ook meer luisteren. En niet zonder minder praten, meer luisteren. Ook toch? Past daar goed bij. Yes. Hey, het was vrij historisch en praktisch allemaal vandaag. Maar ik denk dat het ook wel heel belangrijk en tof is om af te sluiten met gebed. Want uiteindelijk zijn we ook inderdaad zeker christen en
hebben vanuit daar ook een hele belangrijke rol in dit probleem, wat het mogen we toch wel noemen, denk ik. Dus ik zou zeggen, let's pray. En dan ga ik jullie daarna een hele goede avond wensen. Yes. Vader God, dank u wel voor dit afgelopen uur. Dank u wel dat we mochten luisteren en mochten stilstaan bij gewoon heel veel dingen uit de geschiedenis die gewoon niet goed zijn geweest. Vader, en dank u wel dat we op dit moment dat we dit kunnen doen door de techniek en door de kennis en de talenten die u ons heeft gegeven, ons allemaal, Heer. Heer, en ik bid, Vader, echt dat er een verandering zal komen door al deze gesprekken, door gesprekken die thuis in huizen plaatsvinden, op andere plekken in Nederland, in kerken, in organisaties, in de politiek, Vader. Heer, ik bid dat het een revolutie teweeg zal brengen, Vader. Dat we echt geweldige resultaten zullen gaan zien en dat we meer één zullen worden en dat we omzien naar elkaar en elkaar zien zoals we echt zijn, Vader, zonder oordeel, zonder veroordeling. Heer, ga met ons mee in de komende weken, in de komende dagen, als we hier misschien nog verder over nadenken en praten, Heer. En dat het gewoon echt mooie vrucht mag dragen. In Jezus' naam. Amen. Oké, cool. Thanks again. Ook jullie allemaal voor het kijken. Het is alweer tijd is gevlogen, maar we hopen jullie snel weer te zien bij een volgend onderwerp. See you guys. Yes. Perfect. Doei. Bye. See you.